Virginio Polat schuift hem ernaast. Vijfde minuut, tweede helft. Racing Genk op het juiste moment gespeeld door Huizingems en dan Ogoncini met zijn rechter net voorlangs. Castella. Gewoon meegeven met een Bocani. Bocani. De goede tackle van Poutine en dus de hoekschop. Dus een rechtervoetje. Oh, goed werk van Ogoncini, veel te gretig. Cocognoli, Ogoncini gaat neer en Racing Genk krijgt een strafschop. Het is de jonge Gennaro en die heeft al geel gekregen. Als die nu ook nog een tweede gele kaart krijgt, dan moet hij eraf in zijn medematch. De fout begint bij Cocognoli, veel te rap kan liggen. En ja, Gennaro heeft het zitten, denken we. Braamhaar wist in zijn borstzakje en de rode kaart is een feit. Goed gewerkt van Ogoncini. Hij speelde echt een goede match, de jongste. Maar het heeft een uurtje geduurd, zijn debuutwedstrijd. Eljanik Barda tegenover Sinan Bolat. Ze kennen elkaar van de training ooit. Barda, hij scoort. Heeft er een paar belangrijke gemist. Maar deze geeft Racing Genk op dit moment een finale ticket in play-off 2. Castella, goede pas van Castella, niet zelf, van beide aftrap, niet zelf. Een half metertje over. Orlando, Barda, Barda stift, maar stift hem naast. Krijgt nu een handje van Bolat. Mangala kon nog weghalen. Leuke matchpuls. Een uur en twee minuten zijn we aan het voetballen. Bocani. De eerste point was van een Bocani. Oei, een Bocani. Ja, dat is zo goed als zeker rood. Wat hij doet bij Poutine. Durft Braamhaar het aan. Hij maakt nu sussende gebaren, de scheidsrechter. Ja, wat gaat hij nu doen, de Nederlander? Ik denk dat hij geel gaat geven voor een Bocani. Oh, hij durft niet. Normaal is dat rood. Eerst hier, daarom krijgt hij de fout tegen zich. Dan hebben ze elkaar weer vast. Gaat Poutine er stevig in. Dat hoeft er misschien ook niet aan wegtrekken. Maar ja, dan dit. Normaal altijd rood. Nog 17 minuten en Mutombo wordt uit zijn lijden verlost. Hij heeft dan wel gescoord. Maar het applaus geldt niet zozeer hem, maar wel de man die opkomt. Steven de Voer, eindelijk terug op een veld. Dan komen we van een Bocani. Die bal gaat maar net naast Igor de Camargo met een strafschop. Nog een kwartier. Bocani, ongelooflijk sterk vanavond op dat soort ballen. Die kan maar gewoon net naast. En Poudil, het scheelt inderdaad weinig. Cocognoli. Castella. Cocognoli. Cocognoli springt in plaats van te vallen. Dat vindt nu heel schrissen. Want hier was een mogelijkheid en nu geeft hij wel Braamhaar. Matuku op een Bocani. Ja, die leek dan weer wel makkelijk neer te gaan. Ja, hij applaudisseert al, maar toch nog even wachten. Diep in blessuretijd. En bij Genk appelleren ze ook voor buitenspel. Nog eens kijken, de basis van de voer. En dan heel even bij de trui. Heel even, maar ook met die sprong van daarnet, hij gaat heel graag liggen hoor. Maar die sprong van 20 seconden eerder, ja, moet de scheidsrechter ook beslissen. Dan zou dat misschien niet mogen. Maar is contact en rood voor Matuku. Die heeft ook al geel gehad, dus we eindigen met 10 tegen 10.
Mokani werd aan het shirt getrokken, deed er een schepje bovenop. Steven de Voer, zelf met de strafschop tegen de paal. Het blijft 1-1 en dus eindigt het seizoen van Standaard, zoals het hele seizoen eigenlijk was, in mineur. En de aanvoerder zet het orgelpunt met deze gemiste penalty. Ja, speelt de finale van play-off 2. En Standaard blijft met lege handen achter. De Voer bekroont zijn invalbeurt niet. 1-1 in Luik.